Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Het is alweer even geleden volgens mij, maar ja, het is weer tijd. Ik lag gisteravond in bed en toen dacht ik, ik wil even weer wat anders doen. Wat zou nou een leuke video zijn? En toen dacht ik, ik ga mijn favoriete tools laten zien. Zeg maar, ja, een beetje beauty tools die ik regelmatig gebruik. Dus dat gaat van, nou ja, tools voor mijn gezicht, voor mijn haar, voor mijn lijf. Dus het leek me leuk om jullie een aantal van mijn favoriete, ja, tools... Hoe zeg ik dat in het Nederlands? Gereedschappen klinkt niet helemaal goed, maar je snapt wat ik bedoel. Te laten zien. Ik hoop dat dit goed gaat, want Elin zit even op de kamer van Niels een filmpje te kijken. We gaan het meemaken. Roeien met de riemen die we hebben. Het is ook nog vroeg, ik heb nog een soort ochtendhoofd, maar maakt niet uit. Waar zal ik mee beginnen? Met mijn haar. Dit is echt mijn all-time favorite krultang. Dit is de Remington. Ja, die heeft een heel lang nummer, model. Wat staat hier? CI6325. Dit is een, ja, ik denk 1,5 centimeter. En hij heeft dus zo'n clipje. Deze gebruik ik eigenlijk altijd als ik snel, lekker, rommelig, beachy haar wil hebben. Ik heb heel veel tangen geprobeerd. Ik moet zeggen dat Remington wel een van mijn favorieten is. Deze heb ik echt al heel lang. En ik heb nog geen enkele gevonden die ik fijner vind dan deze. Deze zullen ze niet meer hebben. Maar ik zal even kijken of ik een beetje een vergelijkbare hieronder kan linken. Maar ik vind dit een hele fijne. Wat ik dan altijd doe is, zeg maar, nu staat hij uit. Maar ik doe hem, zeg maar, in mijn haar. Dan doe ik hem één slag. Haal ik hem eruit. Dan draai ik hem naar beneden en draai ik hem, rol ik hem weer op. Zeg maar. Die ziet er heel rommelig uit, want mijn haar is nu heel rommelig. Maar ik heb daar een hele video over gemaakt. Die zal ik ook wel eventjes linken hierboven. Maar dat vind ik de meest fijne manier om krullen te maken. En als ik gewoon echt haast heb, dan doe ik gewoon een paar grote plukken. En dan doe ik zo. En dan kan ik ondertussen, zeg maar, nog andere dingen doen met mijn andere hand. En daarom vind ik, zeg maar, zo'n clipje ook heel fijn. Ik weet dat heel veel mensen het niet fijn vinden. En haarstylisten en zo. Maar als het gaat om snelheid, ik ben toch een moeder. Heb vaak haast, dan is dit toch heel fijn. En wat ik heel fijn vind, volgens mij zat dat bij deze. Maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Hij is in ieder geval van Remington. Is deze hoes. Dit is, zeg maar, deze kan je dan, zeg maar, zo omheen doen met een clipje. Maar als je hem zo open neerlegt, hij is ook 100 jaar oud en heel ranzig, dan is het hittebeschermend. Dus deze leg ik altijd in mijn wasbak en dan leg ik daar de tang op. Vind ik echt ideaal. Ik heb inmiddels heel veel hoesen en zo, maar geen één is, zeg maar, zoals deze, die je gewoon echt open kan leggen en dat je de tang erop kan leggen. En dat vind ik het meest ideale. Kijk, om mee te nemen is het niet super handig, omdat, ja, weet je, dit zit natuurlijk aan de boven- en onderkant niet dicht. Dus hoe zinvol dat is. Maar daar gebruik ik hem dus niet voor. Want ik leg hem gewoon zo in de kast en dan klap ik hem open, leg ik die tang erop. Nou, ik ben er helemaal, ik gebruik hem dus met al mijn tangen, niet alleen met deze. Maar ik vind dit gewoon een geniale uitvinding. Dat hebben ze vast ook los, maar dit zat gewoon een keer, zeg maar, gratis bij de tang. Dan gaan we door, nou, doe even lijf tussendoor en dan gaan we eindigen met gezicht. Zoals jullie misschien wel weten, gebruik ik vaak zelf bruiner, zeker voor mijn benen, omdat die gewoon wit blijven. Dus nou ja, met het mooie weer was het meteen weer, waar is mijn zelfbruiner? En ook daar heb ik vrij veel handschoenen getest, zeg maar, om het mee aan te brengen, maar deze vind ik het allerfijnst. Deze is van Bondi Sands en deze is heel zacht. Maar niet dat het er afglijdt. Dus het blijft er goed op zitten. Je kan het er heel mooi mee verspreiden. Ik heb allerlei soorten handschoenen gehad waarvan ik dacht, wat moet ik hier precies mee? En deze vind ik daarin echt heel handig. Hij heeft een soort laagje aan de binnenkant waardoor het, zeg maar, niet gaat afgeven op je handen. Hij droogt relatief snel. Ik neem deze ook altijd mee op vakantie. Dan doe ik, zeg maar, een klein beetje spray zelfbruiner in een, nou ja, een reisflesje, zeg maar. En dan rol ik deze eromheen. Haarelastiekje eromheen. Heb je ook een haarelastiekje bij je. Vind ik super handig en ja, hij blijft gewoon heel lang goed en ja, brengt gewoon, vind ik, het meest netjes aan. Zeker mousse vind ik hierbij heel fijn, want hij, ja, hij verspreidt het gewoon goed. Dus niet dat je op één plek een hele klont hebt en dat je de rest dan niet meer hebt. Wat ik wel merk is dat je, zeg maar, als je één been gedaan hebt, dan moet je bij de ander iets minder zelfbruin doen, omdat hier natuurlijk ook wat in blijft zitten. Dus dat is eigenlijk het enige. Maar super fijn. Ik denk dat dat bij alle handschoenen is trouwens, maar deze vind ik echt heel fijn. Dan voor mijn gezicht. We beginnen met reinigen. Daar heb ik deze voor ook al heel lang. Dat is de Foreo of Foreo. Ik weet eigenlijk niet hoe dat heet. Dit is een, hij is nog nat van vanmorgen. Dit is een, ja, een gezichtsreiniger, zeg maar, 100 jaar geleden. Voor wie toen al beautyvideo's keek. De Clarisonic Mia. Dat was zo'n borstel waarmee je dat kon doen. Die heb ik ook heel lang gebruikt. Super fijn. Maar op een gegeven moment hadden ze volgens mij die opzetstukken niet meer. En
ja, was ik ook niet meer zo verliefd op als dat ik daar vroeger op was. Sorry, Sam kwam even binnen. Deze vind ik eigenlijk veel hygiënischer, want deze is gewoon helemaal van siliconen. Kan je super makkelijk schoonmaken. Ik heb pas recent ontdekt dat je hier een plus- en een minstand op hebt, waarmee je hem, ja, steviger en minder stevig, heb ik nooit gebruikt. Je doet er sop op, dan ga je gewoon lekker over je gezicht. Het is ook een soort van massage. En dan op een gegeven moment is hij klaar en mee klaar. Ik moet zeggen dat ik hem eigenlijk altijd eerder stop. Maar echt een super fijn ding. Ik neem hem eigenlijk ook altijd mee op vakantie. Ik denk dat ik hem 2 keer per jaar of zo op moet laden. Echt heel weinig. En gewoon een heel fijne gezichtsborstel. En ik merk echt dat als ik het zonder gezichtsborstel was, dat mijn huid sneller onzuiverheden krijgt. Dus ik heb echt het idee dat dit het beter reinigt. Ik gebruik natuurlijk niet alleen sop. Ik gebruik ook micellair water en make-up remover voor mijn ogen en dat soort dingen. Maar deze gebruik ik eigenlijk altijd. En meestal in combinatie met de Estée Lauder Perfectly Clean erop. Dat vind ik een hele fijne. Maar je kan natuurlijk elk merk erop smeren. Gewoon, het gaat om dat je een cleanser hebt die je erop kan doen. En dan gaat het lekker schuimen. En ja, I love deze. En het is dus dit. Dus hij heeft een soort pulserende bewegingen. Ja, goud dit ding. Goud, ik kan niet anders zeggen. Nou, dan is mijn gezicht helemaal schoon. En dan zit ik tegenwoordig ook een beetje in de stenen. Voor mijn gezicht dan, verder niet. Iedereen zijn ding. Daar heb ik er 2. Dit is een roller, zeg maar. En dit is dan van Jade, dus een Jade roller. Waarmee je zeg maar lekker de bloedcirculatie in je gezicht een beetje op gang brengt. En ik merk echt, als je zeg maar 1 kant van je gezicht gedaan hebt, zie je dat die helemaal lifted en een beetje glowy is, zeg maar. En dat deze kant, dat je nou, die is ook even toe aan. En dus ik gebruik deze dan. Nou, en dan ga je gewoon, je hebt heel veel filmpjes. Nou, ik kom zo op de volgende, maar dan vind ik het nog onduidelijker. Maar goed, ik doe maar gewoon iets met de stroom mee, om het zo maar te zeggen. Dus dan doe ik mijn nek, soms neem ik mijn hals ook eventjes mee. Ik heb begrepen dat als je hier 10 keer op drukt, zeg maar, dat je lymfe opent, dus dat doe ik dan maar. Druk hier 10 keer, dan ga ik aan de slag. En dan zit aan de andere kant een steentje, zeg maar, voor je ogen. Dus daarmee ga ik dan dit stuk. En iemand zei ook, dit kan je ook doen, zeg maar, dat die mondhoekjes een beetje leuk mee gaan doen. Super fijn. Het geeft gewoon een soort wellnessgevoel. En dan heb je de gua sha, of hoe je het ook uit mag spreken. Dit is een steen. Ik heb deze van Rose Quartz. Ik weet niet zoveel van de werking, of ik weet niks, laten we het daar kunnen beter zeggen, ik weet niks van de werking van die stenen, maar roze schrome ding, dus ik vond de roze het mooiste. Ik heb ook een witte gehad, maar die vorm vond ik niet fijn. En deze vorm vind ik echt heel fijn, maar dat is natuurlijk super persoonlijk. Ik zie nu ook dat ze van sommigen hebben van die karteltjes, dan kan je wat agressiever tekeer gaan. Maar goed, ik heb vrij gevoelige huid, dus hou het rustig. Maar je hebt ze ook, ja, waarbij deze vorm anders is, maar deze vorm vind ik super fijn, want daarmee kan je ook heel mooi die kaaklijn, zeg maar, doen. En dan zit hier een ronding en daarmee kan je dit doen. En dan, nou, daar zijn dus allemaal verschillende dingen voor. De ene video zegt dat je hem zo moet doen. De andere zegt dat je hem naar beneden moet doen. Nou, ik snap dat allemaal niet, maar ik doe maar mijn best. En dan zo. En dan maak je hier een soort schuifbeweging. En dan doe je dat weer. En dan weer een schuifbeweging. Nou, zoiets doe ik ermee. Maar ik vind het wel echt heel fijn. Ten eerste voelt het gewoon heel erg fijn, zo'n momentje. En ik doe dat dan vaak met olie. Maar ten tweede zie ik ook echt wel een verschil, zeg maar, in als ik het gedaan heb of niet. Dan kan het ook gewoon zijn dat je, ze zeggen ook dat je bijvoorbeeld met je handen en zo dingen kan doen. Maar ik laat ook een keer proberen, maar ik kreeg een heel beursgevoel van, dus misschien doe ik dat te hard. En met deze, ja, het is ook niet de bedoeling dat je hem, zeg maar, recht opzet, maar een beetje zo schuin. Er zijn 100 video's over, kijk die vooral, want ik heb er dus niet heel veel verstand van. Ik doe het vooral wel zelf. Ik vind het wel heel fijn, ook dit vind ik echt, oh, dat voelt zo heerlijk. Zo naar boven toe en hier bij die slaap en zo, Ja, dus ik vind dit heel fijn. Dat is echt mijn laatste ontdekking, zeg maar, deze. Vooral de kaaklijn, die mag, vind ik, wat strakker. Dus dan aan de slag met dat ding. Ik weet niet of het echt helpt, maar het voelt goed. Dus dat zijn een aantal van mijn favoriete tools die ik graag met jullie wilde delen. Ik ben heel benieuwd of jij ook beauty tools hebt waarvan je zegt, nou, daar kan ik echt niet zonder. Oh, de Tweezerman heb ik niet eens meegenomen, maar dat is, nou, vind ik een super fijn pincet.
Maar ja, ik ben heel benieuwd of jij tools hebt waar je niet zonder kan, die echt eventjes iedereen moet weten. Laat ze dan vooral weten. Ik ben heel benieuwd. Ik ben altijd, vind het altijd leuk om nieuwe dingen te testen, dus laat dat vooral weten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Nou, volgens mij is Ene redelijk rustig gebleven. Zo lekker naar toe ga ik er knuffelen en dan gaan we lekker naar buiten. Ik hoop dat dit weer zo blijft, maar ik vrees van niet. Misschien als jullie dit zien, is het alweer een grote regenachtige ellende, maar dat weet ik niet. In ieder geval super bedankt voor het kijken en ik zie je heel graag snel bij een nieuwe video. Doeg!